De camping staat hartstikke vol, hè? Dus voor ons even wennen. We hebben het wel anders gezien in Europa, maar hier is het druk. Nou, wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat zoveel gasten de weg naar Camping Hollandse Hof gevonden hebben. Het was in het begin waren het alleen de Duitse gasten, maar sinds 14 dagen hebben we ook heel veel Nederlandse en Belgische gasten die hier gekomen zijn. Dit is even wennen, hè, die coronamaatregelen. Het vergt ook wel wat van jullie, volgens mij. Ja, je hebt veel meer, ja, noem het werk, aan de dingen zo te regelen dat je zeg maar niet te veel mensen in de receptie, niet te veel mensen in de winkel. Dat geeft natuurlijk meer werk en kost meer tijd. Maar ja, we zijn natuurlijk heel erg blij dat het zo kan zoals het nu gaat. Niet getwijfeld om dit jaar te komen? Want... Nee. Ja, we hebben wel een beetje afgewacht en een beetje op internet gekeken, maar... Het was hier, wat was dat, 15, 16 juni ging het hier open. We hebben gelijk ingepakt en hier naartoe. Het was ook echt wel een twijfelgeval. Gaan we wel, gaan we niet? Wat gaf dan de doorslag om wel te gaan? Mijn man, ja? Die kon niet wachten. Die kon niet wachten? Die kon niet wachten. En u moest mee? En ik, nou, daar komt het wel een beetje op neer, ja. U heeft volgens mij een mondkapje in uw broekzak zitten. Pak hem er eens bij. Ja, dat klopt, wil, inderdaad. Ja. Dat is, ik heb hem altijd bij me. Dat is hier dan verplicht als je in de gebouwen gaat. Dus of het nou een receptie, sanitair gebouw of een restaurant is waar je binnen gaat, dien je je mondkapje op te hebben. Er zijn natuurlijk wel wat maatregelen nog die van kracht zijn, ook in Duitsland. Wat merk je daarvan? Dat je overal op een terras bij binnenkomst je mondkapje op moet, een brief in moet vullen, hoe je heet en je telefoonnummer, waar je woont. En verder dat het hier super schoon is. Toilet en die voorzieningen, 200 punten, als het geen 300 is. Dan kun je een stuk brood laten vallen op de vloer en dan kun je het zo opeten. Dan hoef je nergens aan te denken. Je hebt er een winkel bij. Ik heb 25 man achter elkaar. Ja. Er staat hier in de file, die staat hier naartoe. Dan moet ze een brood halen. Gaat u er ook tussen staan? Wat zei je? Gaat u er dan ook tussen staan? Ja, tuurlijk. Ja. Maakt mij, ik heb alle tijd. In Duitsland leidt het virus af en toe een beetje op. Sporadisch, is dat, levert dat wat zorgen op? Of is nee, dat... Nee, dat valt best mee. Weet je, je bent op vakantie, dus je gaat niet de hele dag naar het nieuws luisteren. Ja. Het is misschien wel gezond. Het is de boel ontlopen misschien, maar... Heel veel mensen die vinden het heel prettig om te weten, ik heb aan mijn eigen transport bij me en als er een risico gaat ontstaan, ben ik binnen een paar uur ben ik weer in Nederland of ben ik zelfs thuis. Het gaf ons wel een goed gevoel om niet te ver over de grens te gaan. Mocht er wel wat gebeuren, dan ben je gauw weer thuis. Nou, dat is wel makkelijk, je bent zo weer thuis, hè? Ja. Ik doe een paar uur rijden en dan zit je weer in Nederland. Maar ja, ik zag het wel in de krant, werd ons toegestuurd, we zijn pioniers, hè? Ja. De pioniers. Dat stond toch niet in de Telegraaf toevallig? Dat weet ik niet. Of volgens mij. Het zou zomaar kunnen dat ik dat woord inderdaad in de kop heb gezet. Ja, volgens mij was het Telegraaf. Wat zou je tegen de Nederlanders willen zeggen die nu zitten te twijfelen thuis of ze moeten gaan of niet? Ja, ze moeten gaan. Ja? Ja, er is niks aan de hand. Vind ik niet de meest. Je bent hier in de vrije natuur. De afstand van 1,5 meter, nou kun je wel zien dat is hier meer 15 meter. En dan kan vakantie gaan prima. En dan kan vakantie gaan prima.